hier aan de hand is? Nou, er is hier een hele grote 3D-schildering gemaakt. En dat is een wereldrecord geworden. 750 vierkante meter. Dus ja, en daar heb ik aan meegewerkt. En dat is mij heel erg goed bevallen. Wat ik daar zo leuk aan vond? Nou, sowieso de samenwerking met twee Duitse artiesten en drie andere Nederlanders. Dus we hebben het met z'n zessen gemaakt en dat maakt het wel speciaal. En sowieso de reacties van de mensen. Ja, je voelt je een beetje het heertje. Dus vandaar. Waar wij nu zijn, dat is in Rijssen. Ja, Rijssen is in Nederland. Ja. Hoeveel mensen hebben het kunnen zien? Ja, ik let eigenlijk nooit zo op. Ik sta meestal met hun kont naar hun toe, dus ik heb geen idee. Internet. Nog een vraag. Oh, is dat, ben jij dat niet zeggen dan? Ja. Oh. Oh ja, ik moet de vraag. Is er een website? Ja, er is een website. We quit. Ja, je zit er net. Blijf zitten. Ik blijf even... Ruben, kom er even bij. Nee? Nou, ben hij te zien? Nou, dan stoppen we gewoon. Nou, dan ga ik weg. Hoe moet ik het dan doen? Wat is dat nou? Ah, jongen. Ja. This place before, somewhere in another time. Now I can hear the sound.
publiciteit geweest. Ja, er is erg veel belangstelling geweest voor dit hele mooie project. Ja, ja, echt waar. Ja, dat is heel goed. En waarom dan? Nou, omdat het uniek is. Hè. We hebben een wereldrecord gezet. En dat door de vorige sprekers ook al wat beeld. Maar je kunt het niet genoeg benadrukken wat we hier gedaan hebben. Ja, dat vind ik wel. Ja, het was echt fantastisch. We hebben 3-4 mooie dagen gehad. En ja, morgen denk ik daar genieten. En daarnaast kijken wat we van de wereld hebben gedaan.